vooraan staat Nick Hendricks, opkomend kunstenaar hier in Nederland. En al een tijdje wordt zijn werk tentoongesteld hier in de Gate Factory. Nick, jij bent hier vandaag om te vertellen over jouw werk. Waarom moeten mensen jouw werk zien? Mensen moeten mijn werk helemaal niet zien. Ze mogen ernaar kijken, maar als ze dat niet willen, ze mogen ook iets anders gaan doen. Nick, jij hebt laatst ook een prijs overhandigd gekregen door koning Willem-Alexander. Hoe voelde dat nou? Nou, dat was heel leuk. En hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Gebeurde er nog iets spannends of iets leuks door de koning? Je krijgt dan, de koning gaat dan bij je werk staan. En dan krijg je ook even de tijd om met hem te praten. En hij is zeer geïnteresseerd in wat kunstenaars beweegt. Maar ik had al heel lang een vraag aan hem. Ik vroeg me namelijk af of Amalia wel eens het liedje van de Leeuwenkoning zingt van Als ik later koning ben. Want er is natuurlijk maar één iemand in heel Nederland die dat liedje echt kan zingen. Hè? Als ik later koning ben, dat is Amalia. Dus ik vroeg hem dat. Of ze dat wel eens zong als chantagemateriaal. Maar dan had hij op te zeggen dat Amalia heel goed kon zingen en ook zeker heel erg van de musical houdt. Maar ze had het nog nooit zo bedacht. Dus heeft het liedje wel gezongen, maar niet als dreigement helaas. Dus dat was het antwoord op die vraag van Willem-Alexander. Je inspiratie die komt vooral uit de kunstgeschiedenis. Maar toch zijn niet al jouw werken op de kunstgeschiedenis gebaseerd. Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, al die beelden die we door de geschiedenis heen hebben gehad, die zijn er. Dus die kan ik gebruiken en inzetten. Maar soms zijn er ook ideeën van beelden die er misschien nog niet zijn, die ik dan opnieuw kan gebruiken. Dus ik heb die muur geschilderd. Het was eigenlijk vanuit het idee van vroeger was het altijd het idee dat een schilderij is een venster op de werkelijkheid. Hè? Alsof je door een raam heen kijkt en naar buiten kijkt en dan dingen ziet. En ik dacht, het zou eigenlijk wel heel mooi zijn als mijn uitzicht op mijn atelier is eigenlijk een dode muur. Als ik de dode muur zou schilderen. Maar het is wel vanuit een idee van de schilderkunst door de geschiedenis, maar eigenlijk op een andere manier dat ik daarmee omga. Er hangen ook spiegels in de galerie. Wat is daar de achterliggende gedachte van? Een spiegel is ook een venster op de werkelijkheid, alleen dan de reflectie. En omdat het best wel een complexe ruimte is beneden, ik heb allemaal architectonische ingrepen gedaan, leek het me mooi, met spiegels stuur je de blik van iemand. Hè? Dus je kijkt, als je binnenkomt en je kijkt in de eerste spiegel die je tegenkomt, kijk je uit op de spiegel die op die muur reflecteert. En recht voor je zit ook weer een spiegel die iets anders reflecteert. Dus het is eigenlijk een soort van grapje om in de ruimte rond te kijken terwijl je op één plek staat. De tentoonstelling heet Het Geheugentheater. En dat heeft natuurlijk alles te maken met jouw werken. Kan je daar wat over vertellen? Het heeft eigenlijk helemaal niks te maken met mijn werk. Het Geheugentheater is het was eigenlijk de allereerste encyclopedie. Het Geheugentheater was een project van een Italiaanse wetenschapper lang geleden. En die dacht dat hij alle universele kennis kon samenvatten in een theater, waarbij het publiek niet op de tribune zat, maar op het podium stond en vervolgens rondkeek. En daar zou hij dan de hele wereldgeschiedenis zien aan zich leren, aan zich ontvouwen. En ik vond het een heel mooi idee dat al die beelden, al die elementen, die gingen dus met elkaar in relatie aan als dus een grote visuele encyclopedie. En dat was eigenlijk ook de insteek waarmee ik de tentoonstelling hier beneden heb gemaakt. Dat alle schilderijen op een of andere manier op elkaar reageren en samen een wereld vormen.